Kenzo, we wachten al 8 wedstrijden op een overwinning. Scoren gaat moeizaam en dan komt de eerste helft tegen Cambuur. En dan is ineens de wereld helemaal anders. Ik denk dat we heel goed uit de startblok kwamen. Dat was ook een ding waar we mee bezig waren. Een plan van ons. En dat heeft heel goed uitgepakt. En ik denk dat we eerder dit seizoen hebben gezien dat we het ook al kunnen. En dat het de laatste paar wedstrijden er niet uitkomt. En ik ben blij dat het deze wedstrijd in een hele belangrijke wel is gebeurd. Ja, en is dat dan toch, je hebt gewoon even een positief dingetje nodig. Die snelle goal, dat die dan het setje in de rug geeft wat je als ploeg nodig hebt? Ik denk dat het een belangrijk moment in de wedstrijd is, zeker. Maar we speelden ook gewoon daarin in goed en voerden uit wat we afgesproken hadden. Dus dat hebben we gewoon goed gedaan. Ja, maar ik kan me voorstellen dat het ook aan de ploeg gaat vreten. Als je elke keer toch behoorlijk speelt, maar niet wint. Nee, je probeert het inderdaad buiten te houden. Maar natuurlijk, we zijn gewoon mensen en je gaat nadenken. Dus het is heel fijn dat we deze wedstrijd het wel hebben kunnen laten zien. En dat het is goed voor het zelfvertrouwen. En hier moeten we door. En heb je dan in aanloop naar deze wedstrijd iets anders gedaan? Of is het inderdaad gewoon, het valt goed? Het valt goed. Ik denk dat het geen geluk was dat wij hier 4 keer scoren. Maar wat anders gedaan. Kijk, je bekijkt elke ploeg anders. En dit is wat we tegen Cambuur wilden brengen. Directe concurrent. We wilden veel energie brengen, druk zetten. En dan kan je zeggen, het valt goed. Maar ik denk dat we dat zeker aan onszelf gewoon te danken hebben. Ja, dan kom je halverwege de kleedkamer in. Sta je 4-0 voor. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel even wennen is. Ja, als je dit seizoen terugkijkt dan wel. Zeker. Maar ik denk dat we genoeg jongens hebben die weten... Waar je dan op moet letten, want dat is scherp moeten blijven en het helemaal echt niet weg meer mogen geven. Nee, en is het dan schrikken bij die snelle tegengoal? Nee, je weet dat zij wat gaan doen en gaan forceren. Tuurlijk wil je hem het liefst voorkomen, dat zeker. Maar ik denk dat we daarin als ploeg wel heel goed stonden en hebben aangegeven van jongens rustig, het is 4-1. Gewoon je dingen blijven doen en hem over de streep trekken. Ja, en dit is wat je als ploeg wil doen, een mokerslag uitdelen aan een directe concurrent. Denk je dat dat positieve gevolgen heeft voor de komende weken? Ik denk niet dat als je 4-1 verliest dat het een negatief gevolg heeft. Weet je, we doen niet opeens andere dingen en we gaan ook niet nu doen alsof dit de wedstrijd is waardoor we helemaal niet meer hoeven. Maar het is wel fijn en we gaan gewoon door zoals we constant bezig zijn geweest. Zoals we constant bezig zijn geweest. En dan gaan we over 2 weken weer.